al voor vandaag helemaal geïnstalleerd hebben. Nu, kan jij even kort schetsen hoe jij bij een verkeersveiligheidsprogramma gekomen bent? Want het was nog niet Kijk Uit in jouw periode. Wat er bestond was de Franstalige tegenhanger Contact, dat reeds enkele jaren bestond. En men had toen gedacht vanuit de Hoge Raad van de Verkeersveiligheid dat het wel nuttig, om niet te zeggen noodzakelijk, was van een gelijkaardig programma op de Nederlandstalige zender te hebben. In 1972 ben ik toen met het programma begonnen. En we hebben het op dat ogenblik Veilig Verkeer genoemd. Iedereen ging akkoord om te zeggen dat het dragen van de veiligheidsgordel het enige en beste middel is om ons te beschermen in geval van ongeval. Het doet wel een klein beetje raar van zichzelf in de tijd terug te zien zo. Dus 1972, dat waren de eerste autoloze zondagen. En dat was een van de eerste thema's die we behandeld hebben. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van de zogenaamde noodpasjes. Luitenant Van Wanzele van de Rijkswacht. De algemene indrukken van de Rijkswacht zijn zeer goed, zeer positief. De toestand aan de grens, heeft dat problemen opgeleverd tot nog toe? Nee, tot nog toe geen noemenswaardige problemen. Ik ben midden 1976 weggegaan toen Gomard Verwust het programma overgenomen heeft.